Dit zijn de tekeningen. Dit zijn onder andere de vissershuisjes die hier straks aan het water komen te staan. Bootje erbij, dat is, ja, lijkt me een fantastische plek als je kind bent om daar dan zo wakker te worden en ontbijten met je ouders. Dit is Camping De Put in Ottoland, de plek waar arbeidsmigranten zouden gaan wonen. Maar die plannen zijn nu definitief van tafel. We gaan hier een vakantiepark maken met uiteindelijk 210 accommodaties waarin de mensen kunnen verblijven. Een week, een midweek, weekend. En dat bestaat uit kleine boerderijtjes, wiesboschalets, trekkershutten, luxe safari tenten. En op die manier proberen we mensen mee te nemen in een verhaal, het verhaal van de polder. Na de zomer gaat alles op de schop en dat betekent dat de vaste kampeerders niet meer terug kunnen naar hun camping. We gaan de mensen die hier nu nog staan, hebben we uitgenodigd om de komende 2 jaar een week te komen genieten. Op onze kosten van het park zoals het is geworden. Om te zien waarom dat die verandering plaats ging vinden en waarom dat het nodig was. Dus ik hoop ze op die manier te laten zien dat er eigenlijk geen andere keuze was dan te gaan vernieuwen. Vakantiepark Molenwaard opent volgend jaar zomer de deuren.